Al 10 jaar lang komt de gepensioneerde Ed Uytterbos uit Apeldoorn elke zomer met zijn camper naar Urk. En die camper, dat is niet zomaar een camper. Ik heb een camper met heel veel bootjes. En ja, je begint met één bootje en dan groeit het. En in Portugal komen de vissers ook dingen brengen die verwant zijn aan de visserij. En zo groeit het dan. Portugal? Ja, Portugal. Dat is waar Ed overwintert met zijn camper vol miniatuurbootjes. Ja, 7 maanden. Eind september ga ik daar naartoe en dan zoek ik mijn plekje in de Algarve weer op. En dan trek ik daar van links naar rechts en van boven naar beneden. En blijf ik heerlijk in de winter daar met een temperatuur meestal van 20, 22 graden. Waarom komt u nou zo graag op Urk? De mentaliteit van de mensen, jong en oud. Ik was hier gisteravond, ben ik hier aangekomen en waren ze bezig met bootjes in het water te laten. En dat zijn jongelui van 16, 17, 18 jaar en er is gelijk een klik. Maar ja, draaien ze een checkje en komen ze kijken naar mijn bootjes en zeggen, god, dat is hartstikke leuk. Ja, Ed, wat zien we hier nou allemaal? Ja, van alles en nog wat. Het is, je begint met, net als ook al zei, met één bootje. En dan gisteren heb ik nog hier bij de kringloop iets heel moois gevonden. En dat kost dan 1 euro en dat gaat weer het museum in. Hoe oud was u nou, Ed? Ik ben 83. 83, dat is best een avontuurlijk bestaan voor een 83-jarige. Ja, maar ja, zolang het kan, dan doe ik het. Hè? Het is gewoon gaan met die banaan. En de kinderen zeggen, als het niet meer kan, laten we het wel blijken van je mag niet meer weg. Wat ga je nu opzetten, Ed? Dat is guitarra española. Van verbondenheid met Urkers en spontaniteit, hun openheid, hun belangstelling voor mijn bootje onder andere, maar ook voor mijn persoon, dat is voor mij een heerlijk iets.